Hallo, ik is Dennis Iman. Ik is van Iman Landbedienste. Ons is vandaag in die Swellendam district en ons is hier om die Bredal kalkstrooier te demonstreren. Ons staan hier zo bij die Bredal KS135XE. Ons het in 2019 het ons die behoefte gehad om een implement te krijgen wat een beetje meer hectare kan doen en een beetje groter capaciteit is. Omdat ons als contracteurs baie afhankelijk is van tijd en natuur speel maar een groot rol met die wind en die reen. So het ons in Waltrek 2019 saam Denemarken toe gegaan en die product gaan kyk, teruggekomen en gesê, yes, dit is wat ons moet hê. Sedert ons die machine het van 2019 af, het ons om en by 22.500 hectare rondom gestrooi. En ons het gedoen om en by 47.000 ton produkte sal deur ons, meen in die kalk of dolomiet of kunstmis of wat ook al. Voor aan die Bredal het ons die Valtra 2 en 3 Verso. Ons het gevoel dat hy is geskik vir die Bredalse sleep. Bredal het so tussen 220 perkracht tot 280 perkracht nodig, afhangende van die area wat hierin bly. Hierse op die Bredal het ons een pomp wat aangedry word van die trekkerse PTO af. Die pomp drijft weer al die spinners aan en dan die beeld wordt aangedreven van die trekker af. So wat hem lekker maakt is, je trekker het is bij olie nodig, omdat hij nog een pomp op die strooier zelf het. En dan met het ding wat ons gezien het om tijd te sparen is sy load cells in het, so hy kalibreer hom self, so jy verloor die 10 of 15 minuten op een dag wat je vat om te kalibreer. Die Bredal strooier weeg om en by 8.6 ton. Maar sy gewigsverspreiding is baie verspreid oor die hele implement. Bijvoorbeeld as jy hem afhak, kan jy hem optel met een hand. En ek dink wat ook baie help is die dubbel as wat hy op het, waar sy agterste wiele saam draai, as die trekker draai, waar die slijtage ook baie minder maak. Dit is nog die eerste stel tyres wat hy op het van wat ons om het in 2019. Een van die groot voordele wat ons het met die strooier is, sy spinners het 6 meter uit mekaar uit, anders is een gewone strooier. Sy verspreiding, ons kan hom wissel tussen 14 meter tot en met 24 meter afhangende wat sy produk het is. En dan sy voordele van die spinners is, hulle draai na mekaar toe, so hy strooi na mekaar toe en jy sal beter verspreiding sien as het een strooier is wat weg van mekaar af uitgooi. Met die Bredal is een goeie gewigsverspreiding. Het een tiltplaat in die binnenkant wat help, soos hoe leer die strooier raak, hou hy altijd een klompie kalk voor in die strooier, laat daar genoeg gewig op die trekkerse gat is. Voor ons as Iman Landbedienste is een goeie gehalte dienst aan die boer net so belangrijk soos Waltrekse dienst aan ons. Daarom gebruik ons goeie gehalte en betrouwbare toerusting om die boers en om die een keuse te blijven.